als ik bijvoorbeeld, ik ben nu met de VAP, vormen we samen een coalitie. Ja? En je weet dat Brunswijk een vonnis heeft in Nederland. Dan ga je een wet proberen te maken om te zeggen van mensen die een vonnis heeft, niet geen president mogen worden. Ik heb zo duidelijk hier gezegd van, ze mogen met welke wet ze willen komen, laat ze komen. Ja? Ik heb hier gezegd duidelijk, niemand maakt president. Geen enkele, en op de stem die duizend. En als je geen president moet worden, word je geen president. Als niemand voor je hebt gestemd en de almachtige zegt, want jij wordt de president van dat moment, dan word jij. Ik heb ook hier uitgelegd, de ABOP heeft geen zetel behaald om voorzitter van het parlement te krijgen, om vicepresident te krijgen. Dat hebben we maar 8 zetels. En de almachtige heeft bepaald dat het zo gesteld is dat geen enkele partij of zo zonder de ABOP een regering kan vormen. Ja toch? Ja, je zegt critici. Maar dat wil ik jullie uitleggen. Dat al die massa berdooien en al die man, ze mogen 1000 wetten maken. Ze zijn duidelijk laat. Laatst was ik ook waarnemend-president. Wel, aan de vaker. Aan de president betrokken. En als ze nu een wet wil maken om dit te verbieden, laat ze maken. Zijn die mensen die de matagi smaak kalakai atedai, omdat de maïsi afpabo weekend op een veld, dat barafo tranga, en dan de maïs begin schrikken. Maar ik wil u wat zeggen hoor, over president gesproken. Ja. Over president gesproken, ik zit niet te springen om president te worden. Ik zit echt niet te springen om president te worden. Ik heb ambitie, ik heb wel ambitie, als dat komt dan wil ik. Maar meneer Longi president, ik ben langer blij. Ik wil ook wat zal je afspan. Dat ik met mijn kleinkinderen en zo ga spelen daar. We gaan op de presidie. Andere vraag. De analisten hebben gezegd dat de VAP en de NDP samenwerken. Maar wat heeft wat bepaald? Wat heeft wat bepaald? Dat wil je bepalen. Ik heb je dit al lang gezegd. Geen enkele analist gaat bepalen. Anders was de wereld anders.